Het is mijn eerste vlog in het nieuwe jaar 2017 voor Frans natuurlijk, voor Omroep Dommeland. Ik loop hier langs de boorden van het Belverven, echt een mooi wandelpaadje. Maar het is dus echt duidelijk aan de Bokselse kant. Nou, ik denk dat elke Bokselaar Belverven wel kent. Oorspronkelijk komt de naam van het geheugje Belver. En Belver, dat lag tegen Haren aan. En de oude kerk staat er nog. Belverven is zelf een vrij langgerekt ven. Het loopt van noord naar zuid of van zuid naar noord. En is ontstaan doordat hier vroeger de Maas een oude bedding heeft achtergelaten. Ik laat even een heel klein stukje van dat ven en zo'n omgeving zien. Ja, zelfs met sneeuw is die hier nog heel fantastisch wandelen. En met zo'n zonnetje erbij. Ga eens een keer kijken op dat Belverven. Vast en zeker kun je daar eenden zien. Wilde eend. En misschien ook kuifeentjes enzovoorts. Nou, maak een mooie wandeling een keer langs dat Belverven. Dan zou ik zeggen, voor een volgende vlog ga ik weer op een ander plekje staan. Maar nu even hier lekker wandelen. En jullie hopelijk kunnen genieten van deze vlog.